Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag gaat de bijdrage over vliegers. De eerste verhalen met beschrijvingen van vliegers en over vliegeren dateren al van ongeveer 400 jaar voor Christus. Waarschijnlijk is echter dat de vlieger al 1000 jaar voor Christus bestond. Dat China het eerste land was waar gevliegerd werd, komt waarschijnlijk doordat daar materialen als zijde en bamboe beschikbaar zijn die ideaal zijn om vliegers mee te maken. De werking van een vlieger is als volgt. De lift die de vlieger tijdens de vlucht in de lucht houdt, wordt gegenereerd doordat er lucht rond het oppervlak van de vlieger beweegt, waardoor een lage druk boven en een hoge druk onder de vleugels ontstaat. De interactie met de wind genereert ook horizontale weerstand in de richting van de wind. De resulterende krachtvector van de lift- en sleepkrachtcomponenten wordt tegengewerkt door de spanning van één of meer van de lijnen of touwen waarin de vlieger bevestigd is. Dit alles resulteert dus in een lift, de opwaartse kracht die groter is dan de neerwaartse kracht van bijvoorbeeld de zwaartekracht die de vlieger naar beneden trekt. De eerste vliegers hadden vooral een praktisch nut, bijvoorbeeld het meten van de afstand tot aan een muur. Vliegers werden ook gebruikt in oorlogen. Via Azië en het Midden-Oosten kwamen ook de Romeinen in contact met vliegers. Zij gebruikten windzakken in de vorm van draken. Zo kon de vlieger zich verder in Europa uitbreiden. De eerste kruisvlieger, een vlieger in een asymmetrische ruitvorm, en het model waar de meeste mensen als eerste bij een vlieger aan denken, werd afgebeeld in 1618. Die afbeelding werd gemaakt in het Nederlandse Middelburg. In die periode werd de vlieger vooral door kinderen gebruikt als speelgoed. Rond het jaar 1749 worden vliegers in Europa voor het eerst door volwassenen gebruikt voor het doen van meteorologische waarnemingen. Niet lang daarna toonde in Amerika Benjamin Franklin aan met behulp van een vlieger dat het onweer een elektrisch verschijnsel is. In de 19e eeuw werd er volop nagedacht over meer toepassingen voor vliegers, bijvoorbeeld voor het voortbewegen van voertuigen. Ook was er ooit een plan voor het redden van drenkelingen met behulp van vliegers. Na het jaar 1900 komen er krachtige vliegers die sterk genoeg waren om een persoon de lucht in te hijsen. De techniek werd tot in de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor observatie, maar soms ook ter afschrikking. Voordat er met vliegtuigen werd gevlogen, werd er al geëxperimenteerd om met behulp van vliegers te kunnen vliegen. In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen er steeds nieuwe typen bij. Bestuurbare vliegers, vliegers in de vorm van een vliegtuigvleugel, noem maar op. Met name in Azië is trouwens het vechtvliegeren populair. Bijvoorbeeld wordt er op het vliegertouw glasscherven geplakt, zodat hiermee het touw van een tegenstander kan worden doorgesneden. Vliegeren is niet altijd ongevaarlijk. In India kwamen er in 2016 bij los van elkaar staande incidenten verschillende mensen om door ongelukken met vechtvliegers. Daarna werden bepaalde soorten touw en vliegers in India verboden. Er zijn ook andere sporten waarbij vliegers gebruikt worden, bijvoorbeeld bij kitesurfen. Je kunt er ook heel nuttige dingen mee doen met vliegers. Zendamateurs gebruiken ze bijvoorbeeld om antennes tot op een grote hoogte op te hijsen. Ook professioneel gebeurt dat wel. Of ze hangen een zender of een repeater aan de vlieger. Er zijn speciale vliegertypen die bij relatief weinig wind blijven vliegen, tegen sterke wind kunnen en die zeer stabiel in de lucht blijven hangen voor bijvoorbeeld het gebruik met antennes. Een andere toepassing is het om een camera onder een vlieger te hangen, vergelijkbaar met hoe dat met drones gebeurt. Op veel plekken waar je met een drone niet mag vliegen, mag dat met een vlieger nog wel. De grootste hoogte met één vlieger aan een enkel touw gevlogen ging bijna 4,9 kilometer hoog. Het hoogste met meerdere vliegers kwam zelfs tot 12,4 kilometer hoog. In Nederland is overigens de maximale hoogte voor een vlieger 100 meter. En dat mag niet in de buurt van bijvoorbeeld vliegvelden. Overigens is vliegeren als een van de weinige landen verboden in Egypte. Dat verbod werd in juli 2020 ingevoerd, waarna er alleen al in Cairo 369 vliegers in beslag werden genomen. Als reden geeft de Egyptische overheid de veiligheid in het algemeen en daarnaast zorgen over de nationale veiligheid. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Het grote nieuws van vandaag, namelijk de oprichting van een nieuwe amateurvereniging in ons land. Verbaasd? Ja, dat was ik ook. Vandaar dat de Daily Minutes meteen bovenop dit nieuws gesprongen is. De nieuwe vereniging wilde niet met ons praten, maar ze wilde wel wat ze noemen een zogenaamd promotioneel bericht in onze uitzending hebben. Het aantal luisteraars naar de Daily Minutes was kennelijk toch te interessant voor de nieuwe club om links te laten liggen. Nou, vooruit dan maar. Hier komt-ie. Ja, Wokka Wokka staat volop in de schijnwerpers. Wokka Wokka gaat op de maatschappelijke tour. Wokka Wokka begint een nieuwe amateurvereniging. Wokka Wokka heeft een aantal ideeën uit de recente politiek bij elkaar gepakt en een aantal mensen uit de reclamewereld als adviseur gevraagd. En het kan haast niet anders dan dat dit plan een groot succes wordt. Doelstelling van de nieuwe amateurvereniging is om iedereen te verenigen. Ja, het woord verenigen zegt dat natuurlijk ook al.
De nieuwe vereniging krijgt meerdere speerpunten als doelstelling. De belangrijkste doelstelling is dat de repeaters moeten worden schoongeveegd. Weg met het uitschot van onze maatschappij dat onze mooie repeaters onveilig maakt, die met veel inzet en geld door de amateurs zelf tot stand zijn gebracht. De nieuwe amateurvereniging gaat met de politiek praten over oplossingen voor het probleem. Er moet maar een budget komen waar de acties tegen deze veestapel uit betaald worden. De nieuwe Wokka Wokka vereniging gaat zich verder inzetten voor meer mogelijkheden voor de gelicentieerde amateurs. Allereerst moet de vergunning terugkomen. De Nederlandse examens die zijn verder niet voor niets zo moeilijk. Daar mag best iets extra's tegenover staan. Wij willen, vooruitlopend op de afschaffing van de FM-band, dat met ingang van 2020 88 tot en met 98 megas in Nederland een amateurband wordt. Tevens willen we dat de amateurs in overleg met de auteursrechtenorganisaties op die frequenties muziek mogen uitzenden. Wokka Wokka heeft eerst overwogen om 98 tot 108 als frequentiegebied hiervoor te eisen, maar dat ligt veel te dicht bij de luchtvaartband. Laat ze dat maar houden. Ze gaan binnen een jaar of twee daarna toch allemaal naar DAB+. Dit is nog maar een deel van de plannen van de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging. Als laatste van dit korte overzicht wil de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging nog wel kwijt op welke doelgroep van amateurs wij ons vooral richten. Dat is volgens onderzoek dat we door Maurice de Hond werknemer André de Geit hebben laten uitvoeren, tevens de overgrote meerderheid van de amateurs. Dat zijn namelijk de amateurs die een grote hekel hebben aan de Veron, aan de VSSA of aan Dekars. En daarnaast de amateurs die een broertje dood hebben aan Agentschap Telecom. Wij horen in de aanloop naar de oprichting van onze vereniging dat er zeer veel amateurs een bloedhekel hebben aan al deze organisaties. Nou, daar gaat Wokka Wokka dus wat aan doen. Geen woorden, maar daden, zouden we willen zeggen. Kijk binnenkort op de bekende URL van de webwinkel van de wetenschappers van Wokka Wokka. Dan kun je binnenkort meer nieuws lezen over de oprichting van de nieuwe amateurvereniging. Stuur in aanloop van de oprichting alvast, als je wilt, je mening naar het mailadres van Wokka Wokka. Dat is wokkawokka@xsforall.nl. Zonder spaties, zonder streepjes, wokkawokka@xsforall.nl. Je kunt je overigens ook alvast als lid aanmelden. Uit het bovenstaande onderzoek van Maurice de Hond werknemer André de Geit blijkt zelfs dat de meerderheid van de zendamateurs ontevreden is. Dat zou betekenen dat de Wokka Wokka vereniging in één klap ook de grootste amateurvereniging zou zijn.